Goedendag, mijn naam is Jopie Noor. Ik ben voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. En vandaag in gesprek met zit ik hier met de directeur van Amnesty. Mijn naam is Dagmar Oudzoon en ik ben directeur van Amnesty International Nederland. In ons instellingsplan staat diversiteit en inclusie. En ik ben heel blij dat ook Amnesty dat een heel belangrijk thema vindt. Blijkt ook uit jouw column. En dat is een mooie tekst, ga ik even voorlezen. Dat het elke dag inspanning vereist om een inclusieve organisatie te zijn, waar mensen van uiteenlopende achtergronden, overtuiging en opleidingsniveau zich thuis voelen. Scholing, inclusief leiderschap, trainingen zijn waar voor de gereedschap. En hebben jullie daar nou goede voorbeelden van, waar wij weer van kunnen leren? Want ik herken dit zeer, dat het heel hard werk is om die inclusieve hogeschool te zijn. Ik ben zo benieuwd wat wij kunnen leren van Amnesty hierin. Nou, het lastige is, ik heb de truc niet. Nee. Het is iets waar je echt letterlijk iedere dag aan moet werken. Ook bij een mensenrechtenorganisatie. Want heel vaak wordt gedacht, wij stellen normen, wij houden mensen aan de normen. Maar ook wij zijn gewoon een organisatie met mensen, met meningen, met gevoelens. En wij hebben een organisatie ingehuurd die ons daarbij helpt. Omdat we het een heel belangrijk thema vinden. En ook zodat we kunnen leren. En leren als gehele organisatie. Want sommige mensen zijn al heel ver. En sommige mensen moeten nog van ver komen, maar het mag er allemaal zijn. Dus naast dat we dan inderdaad werken aan de diversiteit en de inclusie, werken we daarin ook aan discriminatie, racisme, uitsluitingsmechanismen. Want dat zit er soms ook in. En dat betekent ook dat je soms ook gewoon blinde vlekken hebt. Ik was bijvoorbeeld, als het gaat over inclusie, dan denk je heel veel aan verschillende mensen met verschillende achtergronden, seksuele geaardheid. Maar ik had bijvoorbeeld geen ringleiding voor doven en slechthorenden. Ja. Nou, dan word je daarop gewezen. Dus ook die vorm van inclusief denken, het is dus breder dan je denkt. En dan leer je er ook weer van. Ja. Veel mooi dat je zegt dat het een lerend is. Want dat zeggen wij ook altijd over, we hadden toen straks over studenten. Het zijn nog jonge mensen die in een nieuwe context van een hogeschool komen. Veel meer variatie van mensen tegenkomen. Dan zeg ik ook altijd van, mensen moeten ook kans hebben om soms een fout te maken. Natuurlijk binnen de grenzen die jij net zegt. En daar weer van te leren met elkaar. En dat we geen cancelcultuur moeten hebben in onze eigen instelling. Dat klopt. Wat wel belangrijk is, dat de leervraag niet een excuus mag zijn voor slecht gedrag. En het gaat niet alleen over... Bij ons is het echt de hele organisatie. Maakt niet uit welke afdeling. Yeah. En ik kan me zo voorstellen dat op een hogeschool het niet alleen over de studenten gaat, maar ook over alle docenten en alle mensen die rondlopen. En dat gesprekken soms ook moet kunnen schuren, maar dat het vooral veilig moet. En dan kom je weer terug op zo'n veilige omgeving. Yeah. Dus die diversiteit en inclusie heeft ook te maken met veiligheid op je werkvloer. Ja, dus wij hebben dat gecombineerd omdat dat ons gevoel een soort overlapping hebben tussen diversiteit, inclusie en verantwoord gedrag hebben we dat genoemd. Waarin we nu een campagne doen waar al mensen vragen van, zag je iets gebeuren en heb je wat gedaan? Ben je boos geworden en moet je daar niet op terugkomen? Heb je het gevoel dat iemand uitgesloten wordt en wat heb jij gedaan? Dus ook om heel erg die verantwoordelijkheid bij de medewerkers en de studenten en alle andere medewerkers te leggen om ook zelf na te denken over gedrag, maar ook zorgzaam te zijn over wat je bij anderen ziet. Want het zijn twee dingen die echt nodig zijn in dit. Dat is de essentie. Dus eigenlijk werk je er elke dag aan. En doordat we binnen Amnesty eraan kunnen werken, denk ik ook dat we ons werk buiten beter kunnen doen. Dank voor dit gesprek. Ik vond het inspirerend en ik denk dat het een mooie basis om samen op te trekken. Volgens mij liggen de ambities dicht bij elkaar en we hebben allebei daar een belangrijke rol te spelen om iedereen in Nederland en voor mij speciaal jongeren en docenten en medewerkers van de HVA een stapje verder erin te brengen. Ja, dankjewel. Zonder onze activisten, maar ook zonder onze samenwerkingspartners kunnen we ons mensenrechtenwerk niet doen. Dus het is heel fijn op het moment dat we samen op kunnen trekken, elkaar scherp kunnen houden, want dat doen we natuurlijk ook. En heel veel dank dat ik hier aanwezig mocht zijn. Dankjewel.